Ik sta hier eens voor de verandering in een andere rayon, de dierenvoeding. Dat is een keer iets anders. Ay, niet mijn ding, maar het is ook iets dat... een keer... Wat een kut rayon. Mijn naam is Lucas Lely, u kijkt naar Standaard Koekhandel. Kom, we gaan terug. Ik sta hier naast Peter Evraar. Peter, welkom in de koekenrayon. Dag Lucas. Dag. In Standaard Koekhandel. We staan trouwens naast een plexi-scherm. Een gokje hoeveel dit kost? Dat is gewoon het maximum vermogen dat je hebt. Ik denk toch wel €350. 70 euro, want wat ik nog altijd heel veel vind. Ja? Oké, maar het is wel kwaliteit. Goede kwaliteit, dat zie je zeker. Is dit een rayon die vreemd is voor jou of ben je hier vaak? Ik ga niet zo vaak winkelen, maar als ik ga winkelen, dan passeer ik altijd wel door de koekjesrayon. En heb je dan een vaste koek dat je altijd naartoe gaat, zonder al te zeggen welke dat je gaat kiezen? Of laat je jezelf verrassen? Durf je gewoon eens kijken, wat is dit? Of? Ik kijk eens wat er nieuw is natuurlijk. Ik ben verzot op chocolade en hartige dingen. Dus die combinatie vind ik eigenlijk het... Hartig en chocolade? Ja, dat vind ik eigenlijk... Oké. Dat is interessant. Ik weet niet, zout en chocolade is toch lekker? Ah ja, zout chocolade, ja inderdaad. Dat is ook ingeburgerd ondertussen al. Hè. Dat is relatief nieuw vind ik, maar tegenwoordig vind je het overal. Ja, dat zijn moderne tijden. Hè. Het is dat. Mooie tijden. Vreselijke tijden eigenlijk, maar... Vlak van chocolade soms mooie voeding. Zeker, op vlak van voeding. We gaan naar de koek die je gekozen hebt. Ja. Mag ik eerst een klein weetje geven? Dat we iets bijleren ook. Uiteindelijk is dat interessant ook. Het is een spreekwoord. Wie baas is, bakt koek. En dat betekent, een meerdere moet men mijn zin geven. Zijn zin geven. Snap je? Ja. Dus bijvoorbeeld, als ik een simpel soldaat ben en jij een maarschalk, dan... Moet jij de beslissingen nemen? Wie baas is, bakt koek. Jij bakt koek. Ja, oké, mooi. Of jij bakt koek. Of als ik de hoogdere... Ja, dat is Alexander de Croo. Die zal nu koek bakken, neem ik aan. Oké, over koeken gesproken. Welke koek heb je gekozen, Peter? Smijt hem. Ik ben gegaan voor Mikado. Mikado. Ja. Ook grote fan. Ik ga hem even halen. Ja. Melk of puur? Puur. Intens liefst eigenlijk. Intens. Ja. Dat hebben ze niet overal. Ik geef met mijn ontsmette handen jou een doosje Mikado. Fantastisch. Vertel eens, waarom heb je die gekozen? Ten eerste omdat dat een leuke vorm is. Ja, zeker. Ik vind altijd, als je bij mensen op bezoek komt bijvoorbeeld, is dat heel aangenaam dat er iets fleurig, iets leuk op tafel staat. Mm-hmm. Het is simpel, en, maar toch bijzonder van vorm. De meeste koeken zijn saai rond. Of saai rond. Vierkant. Ja, Zo'n vullingsje. En hier kun je meteen zien wat erop zit. Je kunt ook meteen zien welke smaak erin zit. Dat heb je bij die koeken die met de vulling in het midden zitten, heb je dan minder. Daar is er altijd een verrassing en hier weten we meteen, dit is wat we krijgen. En dit is voor mij heel nostalgisch, want vroeger had je van die zoute stokjes. Ja. Ik dacht ook dat dat Mikado heette, maar daar ben ik niet zeker van. Misschien van een andere producent toch? Zo, aperitief snack ook vaak zo, hè? Ja. Broodstengels, maar dan vermarkt in koekvorm. Ja. En ja, dat aten wij vroeger, als zo'n feestje was bij ons thuis, aten wij dat. Oké. Of stond dat ook op tafel? Dat, inderdaad, wat je zegt, dat hartige en het zoete dat samenkomt, dat hebben we hier ook een beetje, hè? Ja, deeg is niet zo... Dit is niet super zoet, het deeg zelf, maar het is wel lekker van structuur. Ja. Luchtig. Het heeft wat broodstengelachtig iets, maar het is natuurlijk een versimpelde vorm. Ja. En dan de chocolade erom, dat is heerlijk. Ja. Peter, laten we niet langer wachten en hiervoor een Mikado gaan. Hopelijk zijn ze niet te veel gebroken, dat is natuurlijk iets dat je... Ja, dat is jammer natuurlijk. Ik heb een volledige, dus dat is al een teken. Dat is ook nog heel tegenwoordig, die verpakking. Spannend. Een volledige. Hey. Een voorspoedig leven wacht ons. Peter, smakelijk. Ja, we gaan ervoor. Grote fan. Textuur toch? Heel goed. Ik heb het al gezegd, ik ben niet de meest... ik ga nooit naar de pure chocolade zelf grijpen. Maar ik vind het subtiel, dun genoeg. Dat het opgaat, dat het is niet te hard. Ik ben fan. Ja, melkchocolade is meestal in deze vorm met dat chocoladefantasie. Dat is dan te weinig kak, joh. Dat is een beetje, ken je koetjesreep? Ja. Dat is eigenlijk pseudo chocolade, dat is niet echt chocolade. Grote woorden hier. Je betaalt eigenlijk veel geld voor iets dat lijkt op chocolade, maar geen chocolade is. Oké. Maar echte chocolade, we zijn Belgen en we zijn gekend voor ons bier en voor de chocolade. Echte pure chocolade, heeft te maken met cacao-gehalte. Oké. Zie, dat is leuk dat we allebei iets bijleren, hè? Deze koekering. Peter, enorm bedankt. Dat was heel graag gedaan. Voor je keuze, voor je aanwezig zijn in de koekhandel.
En tot de volgende keer. Hè. Ja, tot de volgende standaard koekhandel. Mm.